Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 22. Ik vergat bijna te vloggen. Ik heb al de hele ochtend ben ik bezig met recepten voor kerst. Bij elkaar aan het verzamelen. En ik heb nu een lijstje gemaakt wat ik allemaal moet gaan halen in de winkel. Ik ga eerst even sporten. Ik heb mijn sportkleding aan. En vervolgens ga ik kerstinkopen doen. Mijn batterij is bijna leeg, dus ik ga jullie pas weer meenemen. Ik ga hem nu aan de batterij leggen. Had ik vannacht moeten doen natuurlijk. Maar dan zie ik jullie als... Ik ben weer terug. Ik heb net gesport en kerstinkopen gedaan. Kerstcadeautjes, de allerlaatste. Nu heb ik voor iedereen de cadeautjes. En kerstboodschappen. En ik heb het overleefd, letterlijk. Niet alleen het sporten, maar ook de kerstboodschappen. Oh mijn god, was het druk in de supermarkt. Maar geloof dat ik alles heb, behalve satéprikkers. Maar dan ga ik dan wel bij mijn moeder eventjes vragen of ze die heeft. Ja, ik ga nu alles even in de koelkast zetten. En dan zijn we gewoon klaar voor kerst. Dat is echt niet normaal. Echt vet goed voorbereid. Ga je die neerzetten. Ik heb weer een kaartje gekregen. Weer een kerstkaart. Ik word zo verwend, joh, door iedereen. Heel veel glitters van Jerre. Thanks. Super lief. Ik had net ook heel mooi kerstpapier gekocht. Met die boompjes erop. Echt super schattig. Ik heb nog een paar pakketjes om in te pakken. Ga ik nu doen. En dan zal ik jullie het eindresultaat zien van alle, laten zien van alle cadeautjes die ik heb gekocht. Dit jaar. De cadeaustapel begint ergens op te lijken. Heel leuk. Ik ben even bij mijn ouders geweest net, even eten en dit halen, een zaag. Want ik stoor me mateloos aan deze kerstboom, echt gewoon heel erg. Deze kerstboom gaat mijn kerst verpesten, als ik er niet aan ga doen. Dus wat ik ga doen is de kerstboom aftuigen, dan een heel stuk eraf zagen en dan opnieuw optuigen. Ja, het is call me crazy, maar ik kan er echt niet tegen meer. Dus dat ga ik nu doen. Ja, ze vraagt even of ik wil vloggen. Kijk, hier staan. Lach even. Hey. Ben je trots op mij? Oh. Wat een vrouwtje heb jij, hè? Wat een grap. Pak je erop. Ik vind wel dat je heel goed kan doen alsof je handig bent. Handig, ja. Onze powervrouw. Uitschudden dat die naalden met de wind meegenomen worden. Ja, zoveel beter. Kijk wat een leuk kerstboompje we hebben nu. Ik ben zo blij. Ik heb de cadeautjes ervoor gelegd. Alle cadeautjes. Oh, zo leuk. Zo leuk. Ik had dus een adventkalender gekocht met make-up van Revolution. En ik heb hem eigenlijk helemaal nog niet opengemaakt. Ja, tot voordat het december was, was ik al begonnen. En toen ben ik gestopt. Dus ik mag hem bijna helemaal openmaken. Dus dat ga ik maar doen nu. We gaan... Soepel, schatje. Moet je mij niet laten doen? Nee, eigenlijk niet. Wat denk je dat het is? Een gitaar. Een gitaar. Samba? Weet je wat het is? Ja, hoezo heeft het met fitness te maken? Niks. Ja? Dat was een grapje. Dat is een slechte grap. Dat was een hint. Nou ja, ik dacht dan kunnen we samen Just Dance spelen. Een samba heeft met fitness te ja, maken. Ja, Just Dance.
Oh, wat? En dan zeg je, ik geef geen hints meer, want dan raad ik nog. Hoe dan? Jezus. Dat was een hele cryptische hint. Maar vind je het wel leuk? Ja, dat ik wou wel een beetje halen. Echt? Want ik heb geen geld. Van het, ik dacht ik haal een Samsung, want dat is hetzelfde merk.